Welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Paul Willems en in dit programma ga ik je alles leren over usability en user experience. Naast de informatie die ik je geef in deze video, gaan we ook een aantal belangrijke richtlijnen op het gebied van usability bekijken voor jouw eigen website. Heel veel plezier bij het kijken naar deze video. Nou, welkom bij Usability en UX, een klantvriendelijke website en een prettige gebruikservaring. Dat is waar we mee bezig gaan in dit programma. En we beginnen even met een stukje PowerPoint. Nou, wat is UX, User Experience en Usability? Ik was op goed naar een goed plaatje, maar ik kon hem niet vinden. In ieder geval niet rechtenvrij, dus dan heb ik er zelf mee even eentje gemaakt. Vroeger had je altijd van die glazen potjes en die stonden altijd rechtop. En als je dan saus eruit wil hebben, dan moet je heel hard schudden. Dan kwam in één keer heel veel saus eruit en dat was gewoon een bron van frustratie. Nou, tegenwoordig hebben ze gewoon plastic potjes gemaakt en die plastic potjes die staan op de kop. Dus de saus dat stroomt altijd al naar beneden, dus het gaat heel makkelijk uit. Omdat het plastic is, kun je er ook makkelijk in knijpen. Dus je hebt bij zo'n potje saus heb je altijd een prettige gebruikservaring. Maar om die potjes nou nog beter te maken, hebben ze hier zo'n lekvrij tuutje gemaakt. Dat je gewoon op het moment als je lekt of als je drukt, en je houdt op dat dan geen saus er meer uitkomt. Nou, dat was vroeger bij die andere potjes altijd wel. Dus om een product nog beter te maken, dan werk je aan een stukje usability. Dus dit is gebruikservaring en usability. Waar staat usability en user experience nou precies binnen het spectrum van digital marketing? Ga ik eventjes naar het model wat ik heb gemaakt. En dat is dit model. En hier zie je eigenlijk dat, nou, het SEO-programma hebben we gehad. En de website hebben we. En de website die leidt tot meer conversie. En de bezoekers die we hebben, die krijgen we binnen via Analytics. En als we dus de website willen optimaliseren, zodat de bezoekers die binnenkomen, dat die makkelijker een conversie kunnen maken, ja, dan moeten we hier rechts moeten we eventjes een stukje user experience en user testing doen. En het stukje on-page SEO, dat zat al binnen het SEO-programma. Maar samen met de usability hier hebben we eigenlijk die werkzaamheden gedaan die we moesten doen om de website zo klantvriendelijk mogelijk te krijgen. Dus dit is eigenlijk het stukje waar we nu mee bezig zijn binnen het digital marketing spectrum. Nou, er zijn binnen usability behoorlijk wat overeenkomsten met het SEO-onderzoek. Technische SEO-onderzoek, daar doen we een aantal testen. En diezelfde testen die doen we ook binnen usability. Onder andere de W3C-test, de browser-test, de speed-test. Dat zijn allemaal testen om te kijken of jouw website gezond is, of die goed functioneert, of die geen fouten bevat. En dat is belangrijk voor Google, maar dat is ook belangrijk voor de klant en of voor de bezoeker. En omdat het belangrijk voor de bezoeker is, is het ook belangrijk voor Google. Dus op die manier is de cirkel ook weer rond. Nou, usability is niet heilig en ook dit komt eigenlijk wel een beetje overeen met SEO. Want als we hier links kijken, dan zien we hier een website van DirectLease en die ziet er eigenlijk helemaal netjes uit, helemaal goed geprogrammeerd, heel overzichtelijk. En hier rechts zien we een website van Linkcars en eigenlijk moet je die website eventjes zien om het te geloven. Dus ik ga hem heel eventjes aanklikken. Nou, dit is de website. Ik zal hem ook even aanzetten. Piccadilly Circus, a one-acre site of six intersecting main roads in the center of London's West End. Nou, deze website voldoet in alle opzichten totaal niet aan de usability-richtlijnen. Maar het mooie van deze website is dat hij continu de bezoekers bijhoudt. En ik ben al bijna de hele dag aan het ontwikkelen. En ik zie al de hele dag, ik heb een aantal keren deze site al gekeken. En ik zie het aantal bezoekers zie ik teruglopen. Hoewel dit was die 37.000, die stond net een stuk hoger, dus dat klopt niet. Maar deze site loopt gigantisch goed en deze doet het heel goed. En ja, de boodschap die er eigenlijk achter zit, is dat, net zoals bij SEO, dat een unieke site, een eigen identiteit, is vele malen belangrijker dan helemaal het braafste jongetje van de klas zijn en het helemaal goed doen. Kijk, als jij een website hebt waar mensen van zeggen van hé, maar dit vind ik geweldig en hier wil ik graag op komen, dan vindt Google dat uiteindelijk mooi en bezoekers die vinden dat ook prachtig en die, ja, die nemen het gewoon voor lief dat je niet kunt terugklikken waar je verwacht, dat er geen logo is waar je verwacht. Dus dit is echt een mooi voorbeeld. Nou, waarom is het belangrijk om goede usability te hebben? Omdat mensen altijd heel lui zijn. Vooral de internetters, die zijn heel lui en die zijn gefocust.
En die verwachten dat ze op bepaalde plekken bepaalde informatie zien. En als ze die plekken daar, als ze die informatie niet op die plekken zien, ja, dan klikken ze weg of dan gaan ze wat anders doen. En nou, dat noem je selective attention. En deze reclame van de Skoda, die is er echt een prachtig voorbeeld van. Dus dit wil ik je graag even laten zien. To test just how much attention the attention-stealing design of the new Skoda Fabia actually steals, we left one parked on this ordinary road in West London. We wanted to see if its sharp crystalline shapes, bold lines, and lower, wider profile would attract the desired level of attention. Will the 17-inch black alloy wheels stop passers-by in their tracks? Will the angular headlights attract the attention of other road users? Will a crowd gather to check out its fresh, sporty look? Well, not quite. But did the attention-stealing design distract you from noticing that the entire street has been changing right before your very eyes? Don't believe us? Have another look. Did you spot the van changing to a taxi? How about the scooter changing to a pair of bicycles? Or the lady holding a pig? Let alone the fact that the entire street is now completely different. Didn't think so. So there we have it. Proof that the new Skoda Fabia is truly attention stealing. Nou, dit is precies wat ook bij websites gebeurt. Als jij een enorme knop op de verkeerde plek zet, dan zal niemand het zien. Als jij een advertentie op de verkeerde plek zet, dan zal niemand het zien. En als jij de tekst of een bestelknop op die plek zet waar mensen het juist wel zien, of juist in de kleur waar mensen echt geneigd zijn om op te klikken, ja, dan zul je zien dat je vele malen meer conversie haalt. En dat is eigenlijk precies waar dit programma over gaat. Nou, hoe gaan we dit programma opzetten? Als eerste ben ik begonnen met de Optimization Hierarchy van Eisenberg. Dit is de piramide. En die piramide die is eigenlijk uitgelegd naar aanleiding van een artikel wat ik gelezen heb bij Advice. En naar aanleiding van een gesprek met Tom de Haas van Advice. Dus daarvoor eventjes de credits bij deze. En op Marketing Facts, daar stond ook een geweldige blog over de Optimization Hierarchy van Eisenberg. En op basis van deze piramide ben ik het programma eigenlijk begonnen. Nou, hoe begint het? Je begint eigenlijk van heel breed naar heel smal. En als eerste is het segment functional heel belangrijk. Dus je website moet goed functioneren. Daarna moet je website goed accessible zijn. En daarna moet hij goed usable zijn. Nou, deze drie segmenten, die voeg ik eigenlijk samen. En daarvan zeg ik eigenlijk van, jouw website moet goed in elkaar zitten. Foutloos zijn, makkelijk te begrijpen zijn, snel zijn. En daarbij heb ik eigenlijk de tien gouden richtlijnen van Peter Kastenaar gebruikt. Uit het boek Handboek van Usability. En de SEO en techniek video van mezelf, van paulwillems.eu. Daar staan allemaal voorwaarden in en eisen. En als je daarom voldoet, dan voldoe je eigenlijk ook heel groot, voor een heel groot deel aan de usability eisen. En op de website goodie.org, daar staan volgens mij wel 70 of 80 usability tips in. En er staan ook heel veel usability tips in op het gebied van functional, accessible en usable. Nou, op het moment dat je dit goed op orde is, dan kun je eigenlijk doorgaan naar het volgende segment. Die segmenten staan niet op zich. Het is niet zo dat je dit segment eerst moet doen voordat je het volgende segment kunt doen. Je kunt met bij persuasion kun je gewoon beginnen. Maar boven het hele usability segment, daar komt eigenlijk het intuïtieve segment. En daarbij moet je eigenlijk ervoor zorgen dat jouw website precies zo is gemaakt, dat jouw gebruikers het prettig vinden om die website te creëren. Nou, wat we gaan doen is eigenlijk een soort van wireframe maken op basis van de huidige website. En dan gaan we kijken hoe kunnen wij onze website gezien alle usability informatie en de dingen die we hebben ontdekt, hoe kunnen we onze website nog beter verbeteren. We kunnen Hotjar installeren. Hotjar is een tool die precies bijhoudt waar er geklikt wordt. Ik ben hem vergeten bij te zetten, maar je kunt binnen Google Analytics kun je een add-on installeren. Daar gaan we ook mee werken in de films. En daarin zie je precies, of in kleurtjes, of met wolkjes, hoe vaak mensen op bepaalde knoppen en links klikken. Nou, tot slot gaan we een usability test doen met behulp van Qualtrics. Ik gebruik de gratis versie van Qualtrics.
Maar ik laat heel eventjes twee functionaliteiten van de betaalde versie zien. Want die zijn voor usability geweldig. Maar aangezien ik er in mijn video's eigenlijk niet van hou om allerlei betaalde programma's te gebruiken. Ja, laat ik voor nu eventjes gewoon de gratis versie zien met deze twee opties. En tot slot, dat is eigenlijk wel het mooiste, dat is de AB-test en de AB-test van Google. En daarmee kun je twee versies van een pagina testen. Nou, een AB-test werkt eigenlijk alleen heel goed als je dagelijks ongeveer meer dan 1500 bezoekers hebt. En dan kun je een AB-test over een aantal dagen of maanden zelfs laten lopen. Maar het is mooi als je hem kunt gebruiken en kunt installeren. En hij wordt aangeboden door Google Optimizer en hij is helemaal gratis. Dus dat is geweldig. Nou, dan hebben we het hele usability deel op orde. Het intuïtieve deel op orde. En dan kunnen we eigenlijk nog gaan naar het stukje persuasion. En tot slot gaan we dus deze 6 principes van Cialdini gaan we toepassen. Een stukje wederkerigheid. En dat betekent dat je iets gratis weg kunt geven. En daardoor kun je mensen meer aan je binden. Een stukje toewijding en consistentie. Probeer de mensen echt te trekken of te binden aan je website door te vragen van voeg ons toe aan je bookmarks of word lid van onze nieuwsbrief. Een stukje sociale bevestiging. Het is mooi dat je vanaf je website mensen kunt laten schrijven van hey, ik vind het een goede website, ik heb wat gekocht op deze website. Een stukje sympathie en dat betekent dat je op je website bijvoorbeeld kunt weergeven van vandaag zijn er al zoveel bezoekers geweest of zoveel mensen die liken ons al. Nou, een stukje autoriteit, daarin kun je weergeven dat je lid bent van bijvoorbeeld van thuiswinkel.org of dat je andere certificaten hebt. En wat heel belangrijk is voor de overtuiging is het creëren van een stukje schaarste. En dat betekent dat je bijvoorbeeld kunt zeggen van nou, we hebben nog maar 5 producten in de aanbieding. En booking.com die is daar echt meester in. Die zegt van nou, nog maar 2 kamers beschikbaar, dus boek snel. Nou, tot slot gaan we ook weer eens even kijken naar je website goodie.org. En op die website staan ook weer tientallen tips waardoor je het stukje overtuiging meer kracht kunt bijzetten. Dus deze afbeelding die je hier ziet, die is eigenlijk heel belangrijk. En dit is eigenlijk het hele programma voor usability. Nou, dan gaan we eens even aan de slag. En we gaan op basis van de huidige website gaan we eens eventjes een usability audit doen. En dat doen we eens door het middel van een aantal usability richtlijnen. En daarvoor heb ik een Excel sheet gemaakt en die ga ik met jullie doornemen. En die kun je zelf ook maken, heel simpel in Excel. En die kun je zelf ook gebruiken om je eigen website te beoordelen hoe goed die is. De dingen die nog niet goed zijn, die kun je eenvoudig optimaliseren. De dingen die wel goed zijn, die zijn mooi meegenomen. En op basis van de dingen die goed zijn, kun je ook de concurrentie analyseren. En dan krijg je een heel mooi beeld hoe klantvriendelijk jouw website is. De usability checklist die heb ik al even gemaakt. In de vorige video's maak ik hem terwijl ik praat. En nu heb ik hem al eventjes van tevoren gemaakt. En hier zie je een aantal belangrijke elementen onder elkaar. En deze die kun je gewoon vrij uitbreiden als je wilt. Er zijn heel veel verschillende checklists op internet beschikbaar. Ik heb nu deze checklist die heb ik grotendeels op basis van Kastena gehanteerd. En een aantal andere onderdelen die erin zitten, die komen ook onder andere van andere checklisten van internet. Maar ja, als je pagina hieraan voldoet, dan doe je het eigenlijk wel vrij goed. Dus wat ik ga doen, ik ga eigenlijk net zoals bij het usability programma, ga ik 4 websites analyseren. Touringcar-offerte, Hurenbus, Bushurenvergelijker en Huren.nl. Deze ga ik gewoon eens checken. Dus ik zal eventjes de sites laten zien. En we kunnen ook al de eerste 3 pagina's op het gebied van herkenbaarheid kunnen we eventjes controleren. Er staat het logo linksboven. Kijk, hier kan er nog eentje tussen eigenlijk. Een link op het logo. Maar die kan je eigenlijk ook neerzetten bij hyperlinks. Dus die gaan we er eventjes hier nog tussen zetten. Hyperlink op het logo. Dus die staat hierbij. Nou, staat er een logo linksboven. Staat overal consistent een paginatitel. En zijn de servicepagina's aanwezig. Nou, daarvoor gaan we eventjes naar de website die we gaan analyseren. In dit geval is het weer mijn touringcar-offerte.nl. Nou, logo. Het is gewoon een tekst. Maar er staat een logo. Het logo is ook klikbaar. En als je het heel mooi wil registreren. En het kan zijn dat je een keer een usability onderzoek doet voor je leidinggevende. Of dat je straks gewoon consultant gaat worden en je gaat een usability onderzoek voor andere mensen doen. Dan is het eigenlijk beter dat je gewoon die checklist niet gewoon invult.
Maar dat je er eigenlijk ook even een beschrijvend document bij geeft. En ik laat heel even zien hoe je dat doet. Nou, stel nog voor dat je zegt, het logo is mooi. En dat staat hier. En ik zie ook een mooie titel onderstaan. Wat ik dan doe, en dan moet ik even proberen om zo te maken dat ik die titel ook zie. Dan maak ik een schermafbeelding. En wat je dan beter kan doen in Word. Dus we gaan nu eventjes naar Word. Nou, wat ik vervolgens ga doen, ik ga de afbeelding ga ik hier even invoegen. En wat ik nu hier zie, ik zie inderdaad de alt-tekst hieronder staan. Dus ik snij hem even bij. Dan maak ik hem eventjes wat kleiner hier. En hierboven ook eventjes, tot hier. En wat ik dan vaak doe, is dan zeg ik bij invoegen. En dan zeg ik vormen. Dan scroll ik helemaal naar beneden altijd. Dan pak ik hier eventjes een net vormpje. En dan deze vorm, die zet ik dan hier neer. En dan moet ik hier eventjes bij schrikken. Moet ik bij tekst teruglopen, eventjes zeggen, hij moet voor de tekst. Dan blijft hij mooi staan. En dan zet ik hier een tekst in. En dan zeg ik, het logo staat links boven. Er staat een titel over het logo. Met de tekst en dat is uur uw toerenkaart. Nou, dan kan ik het zo weergeven. En dit is netjes, als je het op deze manier doet, maak ik hem eventjes wat kleiner. Nogmaals even zo. Want als jij gewoon in een stukje tekst aangeeft van het logo staat linksboven, nou dat is op zich nog wel te begrijpen. En als je dan ook zegt van er is een titeltekst, is er bij het logo. En die zie je bijvoorbeeld als je met je muis eroverheen gaat. Ja, dan is dat vaak heel moeilijk te zien. Maar op het moment dat jij een schermafbeelding hier neerzet en in dat schermafbeelding zo'n wolkje erbij zet. En in dat wolkje gewoon goede teksten erbij zet, dan is het voor iedereen meteen duidelijk. Dus dit is eigenlijk iets wat ik altijd absoluut prefereer boven een stuk tekst. Nou, we gaan weer even terug naar onze audit. Logo was goed. Dus daar geef ik een V. Titelpagina en servicepagina's. Nou, titelpagina, huur uw touringcar, de beste busvuurbedrijf van Nederland. Touringcar offerte begint hier. Nou, dus dat is goed. Een servicepagina. Nou, we zien geen servicepagina. En hieronder wel een paar pagina's en een contactpagina. Maar op zich nog geen echte goede pagina's. Dus die servicepagina, die is er eigenlijk niet. Dus daar voldoen we niet aan. Dus twee keer wel, één keer niet. Dus hier een V'tje. En dan komt hier een X te staan. Nou, en hetzelfde geldt hier voor de navigatie. 5 tot 9 items. En dan kijken we hier 1, 2, 3, 4 items. Wel mooi met een subtitel. Maar het zou misschien wat mooier zijn als we hier nog iets meer titels neer konden zetten. Dus hier voldoen we ook niet aan. Nou, het is wat het is. Ik heb gewoon niet meer titels. Maar wellicht hadden we de titels iets kleiner kunnen maken en iets groter. Nou, consistente navigatie. Daar gaan we eens eventjes naar kijken. Komt de navigatie overal op dezelfde manier terug? Nou, dat klopt. Die staat hier. Dus dat is goed. Horizontaal hoofdmenu. Dat is goed. Een tekstlink terug naar home. Die heb ik niet. Wel op het logo, maar niet op de gewone. Dus dat is ook een X. Nou, hoe snel is de website? Daarvoor heb ik twee tools. Pingdom Tools en PageSpeed. Nou, die gaan we wederom eens eventjes weer testen. Dus in tools.pingdom.com geef ik aan touringcarofferte.nl en ik doe dat vanuit Zweden. Dat is de dichtstbijzijnde locatie. En dan doe ik start. Nou, en dan zie ik hier 2,7 seconden, 65% sneller. Dus dat is vrij goed. Kijk, en dit is ook echt weer zo'n super geschikt plaatje waar je een hele mooie. Kijk, als jij gewoon een tekstje geeft en daarin zet je weer van, geef je weer van, nou, Pingdom is vrij goed, 65% sneller dan de geteste sites. Ja, dan is dat op zich duidelijk.
Maar het is gewoon vele malen beter als je hier even een schermafbeelding van maakt. En dan weer naar je Word-pagina gaat. En dan hier de afbeelding invoegt. En dan vervolgens eventjes hem wat kleiner maakt. Tot hier. En tot hier. En dat je deze dan hier plakt. En dan dat je hier bijvoorbeeld aangeeft van nou, hè, de site is, moet je even kijken wat de beste is. Nou, dat zal deze in mijn geval zijn. En dat je hier eventjes weergeeft. Hè. De website is sneller dan 65% van de geteste websites. Nou, het is natuurlijk wel heel belangrijk dat je geen rapport volzet alleen maar met dit soort afbeeldingen. Maar dat je hierboven uiteraard nog even een titel bijzet en een goede inleiding. En dan hieronder eventjes een mooie algemene tekst en een mooie conclusie. Maar dit is gewoon puur ter illustratie. Dus dit was, even kijken, dus 2,29 seconden. En bij Google PageSpeed, nou laat ik die ook eens even testen. En dan heb ik voor mobile 65x100 en desktop voor 77x100. Nou, die twee die kopieer ik gewoon en die plak ik hier. En dan moet ik deze even aanvinken en aanpassen aan doelopmaak. Dan ziet het dus eenvoudig uit. Nou, een zoekveld. Ik ken mijn site goed, dus ik kan heel veel dingen kan ik eventjes nu uit mijn hoofd doen voor de snelheid. Een zoekveld heb ik helaas niet, omdat ik gewoon een hele kleine website heb. FAQ heb ik wel, sitemap heb ik ook. Kleurcontrastfouten, nou deze twee die heb ik even onder elkaar gezet, want die heb ik echt een gave site voor. En die laat ik eventjes zien. Hier kan ik mijn, dat is check my colors, touringcarofette.nl. En dan kan ik zeggen check. En nu gaat hij eens eventjes kijken hoe goed de kleuren op mijn website zijn. En dan zie ik eigenlijk dat ik heel veel dingen heb ik gewoon eigenlijk wel niet heel erg goed. Want het contrast, deze website die vindt dat mijn contrast eigenlijk gewoon ja, in heel veel gevallen niet goed is. En kijk, hier heb ik wel een stukje wat goed is en hieronder niet. Nou, dus wat je dan heel makkelijk kunt doen hier. Dus testing dan 254 elementen. Nou, hier zeggen ze van brightness difference. Nou, dit weet ik niet precies wat het is. Maar kleurverschillen. Nou, 247 failures. Dus dat is echt super, super, super veel. En nou, mijn website is wel heel goed te zien. Dus dat is wel gewoon, als je het kijkt, dan lijkt het wel gewoon goed. Maar waarschijnlijk zijn die kleurtjes op elkaar en deze kleurtjes op elkaar, die zijn niet helemaal binnen de marge. Dus wat die website eigenlijk wil adviseren, dan heb ik iets meer contrast en dan is dat iets prettiger voor de mensen. Dus deze, dat lijkt me wel interessant om te kopiëren. 247 foutmeldingen, dus dat is nogal wat. Nou, schreefloos lettertype. Ik gebruik Arial. En als je een schreef lettertype hebt, dan is dat meer Times New Roman of een of andere Comic Sans. Is het lettertype schaalbaar? Dus kan ik het groot en klein maken? Absoluut. Niet zozeer op de website, op de pagina. En dat is wel, nou, soms is dat wel dat je hier plus en min kan. Maar als ik, volgens mij is het hier FN of Command. En bij Command kan ik het wel groot en kleiner maken. En dit vind ik eigenlijk wel voldoende, want ik vind het eigenlijk onzin als jij voor slechtzienden een knopje erop hebt gezet van hier kun je het groot en kleiner maken, want dat knopje is vaak ook wel klein, dus dat kunnen ze al niet vinden. En elke slechtziende die weet gewoon hoe je het lettertype in de browser groter kunt maken. En sterker nog, ze zullen het lettertype al groter standaard hebben staan, dus zo'n knop vind ik eigenlijk overbodig. Nou, dan de schrijfstijl. Minder dan 600 woorden. Ja. Nou, en hier denk je natuurlijk, ja, wat is dit nou? Bij SEO moeten we zoveel mogelijk woorden. En hier zo min mogelijk woorden. Nou, dat klopt in principe wel een beetje. Voor usability is het vaak beter als je niet hele grote lappen tekst hebt. Hè? Een concurrent van mij die had dat wel. En ik heb gewoon gezien dat hij er afgestraft werd door Google. En het was ook gewoon niet leuk om te lezen, want het waren gewoon
SEO-teksten. En nou, je moet gewoon echt goede, belangrijke informatie moet je er neerzetten. En dat moet je zeker als eerste daar ook neerzetten. Ja, wat is nou belangrijke informatie? Dat is moeilijk om te beoordelen. Ik denk dat je dat gewoon zelf even moet lezen en denken van nou, hè, doe ik af voor elk budget. En dan tak, meteen een knop vragen of vet te zijn. Nou, dat vind ik wel goed. En dan hier ook. De bedrijven die aangesloten zijn. Nou, wie is toen een koude vette? Nou, wij van WC Eend vinden dat het wel goed is. Het is moeilijk om te beoordelen. Maar hier zet ik wel even een veetje neer. Nou, gebruik ik kop 1, kop 2, kop 3 teksten? Ja, gebruik ik ook. Heb ik korte alinea's? Ja, heb ik ook. Zijn de hyperlinks informatiedragend? Dus staat daadwerkelijk niet klik hier of klik nu. Nou, dat is zo. De hyperlinks die ik op mijn website heb, die zijn echt allemaal goed. Want hier staat onze aangesloten bedrijven. Wie is toen ik alvette.nl? En eens even kijken of ik ergens anders nog een hyperlink heb. Ja, deze zijn trouwens niet zo goed. Dus het staat allemaal, ga naar deze busverhuurder. Allemaal dezelfde links. Maar goed, het is wel informatiedragend. Vraag nu of vet is aan. Dus op zich zijn ze allemaal wel vrij goed. Dus ook hier zeg ik goed. Hyperlink op het logo. Klopt. Gebruik titles op de hyperlinks. Nou, die heb ik ook. Ik weet niet of je dat zo snel kunt zien hier. Kijk, als ik daarop sta, dan zie je daaronder zie je een tekst. En dat krijg je als je in de URL... Als je daar nog een tag aangeeft van title is, en dan kun je daar een title aangeven. Nou, dat is heel goed. Als je dan een korte link hebt en je zegt, nou, ik weet niet helemaal precies wat het is. Uw bedrijf aanmelden, dan kun je daarop klikken. En nou, dan krijg je nog een beetje een uitgebreide beschrijving. Dus ook daar voldoe ik aan. Herkenbare kleur. Nou, dat is niet heel erg goed, vind ik. Zeg ik het zelf, maar ja, de hyperlinks die verspringen wel iets. Dus wat dat betreft kun je wel zien dat het een hyperlink is. Dus. Is er inlogmogelijkheid? Ja, dat is er. Je kunt achter inloggen. Is er instructie bij de formulieren? Niet heel erg goed, maar volgens mij wel voldoende. Want het spreekt op zich redelijk voor zich. Verplichte velden staat hier. Hieronder staat een instructie. Nou, er staat redelijk goede zinnen bij, dus... Op zich is dit wel voldoende. Toelichting bij het formulier. Dus op het moment dat je het formulier opstuurt, krijg je dan ook echt informatie te zien wat er dan gaat gebeuren. Wanneer je informatie kunt ontvangen. Nou, ik weet dat het zo is. Altteksten, dat is net zoals bij die title, krijg je dan altteksten erbij. Dat is ook zo. Dus dit is alleen maar op de plaatjes. Is er een tekstversie van de navigatie aanwezig? Dus dat betekent, zijn het niet alleen plaatjes? Nou, dat is zo, want dit zijn allemaal teksten. En dat kun je eigenlijk zien als je er overheen gaat. Dan kun je de tekst selecteren. En dat geldt hier ook. Hier kun je alle teksten selecteren. Dus dit lijken misschien wel een beetje knoppen. Maar dat is gewoon, dat is allemaal tekst. En dat is eigenlijk vrij goed. Nou, maak gebruik van CSS. Dat doe ik. Overmatig gebruik van afbeeldingen. Ja, eigenlijk moet je dan zeggen nee. Dus ik kan hier eigenlijk beter zeggen geen overmatig gebruik van afbeeldingen. Nou, dat klopt. Overmatig gebruik van banners, van reclamebanners. Nou, dat of geen moet daar ook staan eigenlijk. Dat klopt, dat heb ik ook niet. En tot slot een tekstalternatief van multimedia. Nou, ik heb niet echt multimedia op mijn website. Die website die ik net liet zien, die had wel heel veel multimedia. Die had heel veel YouTube dingetjes en alles. En ja, dat heb ik eigenlijk niet. Ik heb hier een Twitter. Maar goed, dat is een en al tekst. En ja, ik heb dat niet. Dus die voldoet eigenlijk niet voor mij. Dus eigenlijk kan ik daar gewoon een streepje neerzetten. Nou, op deze manier heb ik mijn eigen website beoordeeld. En misschien is het nog eventjes wel interessant als je alles wat je groen hebt en alle kruisjes en de dingen die niet goed zijn. Deze is niet goed. Deze is niet goed. Nou, dit op zich ook niet. Misschien dat ik wel multimedia erop moest hebben. Die maak ik even rood.
En op die manier is het een mooi, is er een mooi contrast te zien van dingen die wel en niet goed zijn. Nou, dit is wat ik nu heb gedaan. En ditzelfde ga ik ook eventjes doen voor mijn drie concurrenten. Dus dat is wel even veel werk. Maar op die manier kun je heel mooi zien van, hey, hoe goed ziet mijn eigen website eruit en hoe goed zien de concurrenten eruit. Nou, ik vind deze checklist, hè, deze onderdelen zijn eigenlijk wel het minimale wat je moet testen. Maar hiernaast kun je eigenlijk nog veel meer dan dit testen. Ik ga nu eventjes de concurrenten analyseren. Nou, ik heb alle onderdelen verwerkt. En ik heb netjes alles wat slecht of slechter dan mezelf is, heb ik rood aangegeven. En ik zag hieronder nog een heel klein foutje in het filmpje. Daar ging ik even overheen. Maar hier zei ik volgens mij van inlog of aanmeldmogelijkheid. Nou, die was er wel bij mij. Maar die had ik als, dat had ik een kruisje gezet. Maar dat moest natuurlijk een veetje zijn. Nou, en op deze manier kun je eigenlijk heel makkelijk zelf een eigen checklist maken voor usability. En op deze manier kun je heel goed zien hoe je zelf ervoor staat en hoe je concurrenten ervoor staan. Dit was de video. Ik hoop dat jouw website goed voldoet aan alle richtlijnen van usability.